De provincie Utrecht wil klimaatneutraal worden en werkt hiervoor samen met gemeenten aan concrete zonne- en windenergieplannen. Zo wordt de lucht schoner, krijgen we betaalbare energie die lokaal beschikbaar is en worden we minder afhankelijk van gas en olie uit het buitenland. Nu en in de toekomst. De overgang van vervuilende brandstoffen naar schone energie gaat gepaard met veranderingen in de omgeving. Het is dan ook van belang dat goed afgewogen wordt waar windenergie het beste kan komen. De volgende stappen zijn al gezet. We hebben onderzoek laten uitvoeren naar technisch geschikte locaties voor windenergie. Voor 99 gebieden is beoordeeld wat de impact op de omgeving is, zoals hoeveel woningen er in de buurt staan en de effecten op natuur en erfgoed. Voor de 99 onderzochte gebieden heeft een burgerforum meegedacht over spelregels. Uiteindelijk zijn er 27 locaties als meest kansrijk beoordeeld. De provincie volgt die aanbevelingen op. Uiteindelijk vallen er nog meer gebieden af. Als provincie zijn we verantwoordelijk voor grotere windlocaties. We zijn daarom eerlijk naar inwoners. Iedere gemeente zal een steentje moeten bijdragen in de energietransitie. Dit kan met zonne- en windenergie. Gemeenten hebben dit de afgelopen tijd opgepakt. Met een overzicht, de tussenbalans, is in beeld gebracht welk aandeel gemeenten leveren in de energietransitie. Zo zijn er veel concrete plannen voor zonne- en windenergie bijgekomen. En dat is goed nieuws. Ook de provincie zal, soms op verzoek van gemeenten, in een aantal gebieden met windenergie aan de slag gaan. In dat proces bespreken we samen met inwoners hoe die gebieden ingericht worden. Voor de provincie is een betaalbare energietransitie erg belangrijk. Daarom moet de duurzame opwek van windenergie voor minimaal 50% in lokaal eigendom komen. Inwoners en ondernemers hebben zo profijt van de opbrengsten van deze energie. Zo werken we samen aan een nieuw energiesysteem voor de toekomst.